Goedemiddag, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Op de actuele satellietfoto kunnen we veel weersystemen zien liggen. Weersystemen waar we mee te maken hebben gehad en weersystemen waar we nog mee te maken gaan krijgen de komende tijd. In Oost-Europa vinden we een koufront dat steeds verder naar het oosten beweegt. Dat koufront is afgelopen maandag over ons land getrokken, want rond dat koufront bevonden zich ook een groot aantal buien. Vanochtend en vannacht en vanochtend moet ik zeggen is er een warmtefront over ons land getrokken. Daarbij hoort veel bewolking waar we nu momenteel nog last van hebben. Want achter het warmtefront bevindt zich toch erg vochtige lucht. In die vochtige lucht veel bewolking en lokaal valt er zelfs ook een enkel buitje momenteel. Dan blijft het morgen waarschijnlijk lange tijd rustig. Maar in de avond dan ligt er alweer een nieuw front klaar. En dit front dat trekt in de loop van de avond en nacht over ons land. En dat kan dan gepaard gaan met enkele regen en onweersbuien. Als ik kijk op het actuele radarbeeld, dan is er niet veel te zien. Lokaal zijn wat spatjes zichtbaar en op een enkele plek valt er dus ook een beetje regen, maar heel veel stelt het niet voor. Daarbij wel tamelijk bewolkt en temperaturen die toch wat aan de lage kant zijn in vergelijking met de afgelopen periode. Maar alsnog is het toch overal wel tussen de 20 en 25 graden. Vanavond, dan gaat het vanuit het westen verder opklaren. De temperatuur blijft lang aangenaam, met een graad of 22 op de meeste plaatsen. En de wind die neemt langzaam in kracht af. Is in het begin van de avond nog matig, windkracht 3 of 4. Maar zal het in de loop van de avond, met name landinwaarts, zwak worden, windkracht 1 of 2. Vannacht zijn er dan wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur die daalt naar zo'n 17 graden pal aan zee tot lokaal zo'n 14 graden in het binnenland op windluwe plaatsen. En op de koudste plaatsen kan lokaal misschien ook een enkele mistbank ontstaan, want de lucht die blijft vochtig. Dat is ook morgen nog het geval. Het warmt vrij snel op en uiteindelijk is het op de meeste plaatsen zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Er ontstaan stapelwolken in die vochtige lucht, maar een stabiel laagje op enige hoogte zorgt ervoor dat er geen buien ontstaan, in elk geval tot de avond. In de avond komt dan een koufront onze kant op, die halverwege de avond het westen van het land bereikt en rond middernacht boven het midden van het land komt te liggen. En rond dat koufront kunnen dus een aantal regen- en onweersbuien voorkomen, waarbij ook veel water in een korte tijd kan vallen. Uiteindelijk trekt dat front dan in de loop van de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend vroeg het land uit. Vrijdag begint dus in het oosten van het land nog met een aantal buien. En uiteindelijk wordt het dan gedurende de dag overal droog, tenminste vrijwel overal droog. Een enkele bui blijft nog mogelijk en dat allemaal bij temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Zaterdag vrijwel overal droog, er nu en dan ook ruimte voor de zon met 21 tot 24 graden. Zondag wordt het dan wel weer een stukje warmer, maar het neemt in het binnenland de kans op een enkele bui wel toe. Op de lange termijn blijven we een beetje kwakkelen, zo rond de normale waarde voor de tijd van het jaar, zo'n 23 graden. Er zijn ook flink wat warmere oplossingen, want warme lucht blijft tenslotte nog altijd in onze buurt liggen. Mocht de wind eens dus een keer naar het zuidoosten of zuiden gaan draaien, dan kan het maar zo weer eens een paar dagen zomers tot lokaal tropisch warm zijn. Maar blijft de wind van zee waaien, dan zal de temperatuur de komende tijd tussen de 20 en 25 graden uitblijven komen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.